Hoi, ik ben Buddy Vedder, presentator van de Kids Top 20. En ik speel Roverdekker in goede tijden, slechte tijden. En ik heb speciaal voor Tina en voor jullie allemaal een top 10 samengesteld. Met op nummer 1. Staat willekeurig, maar toch. Voetbal. Ik heb vroeger heel veel gevoetbald. Vind dat nu nog steeds heel erg leuk om te volgen. En ik ben voor Ajax en speelde altijd mid-mid op de nummer 10. Zo iets een beetje Wesley Sneijder. Nummer 2 is gamen. Ja, ik geef het toe. Ik game heel veel. Vind het, het is een beetje nerdy misschien, maar ik vind het heel erg leuk om te doen. En na een dag hard werken is het soms wel even lekker om bijvoorbeeld 4 keer te scoren. Of ja, 4 keer tegen te krijgen, dat is niet minder. Maar goed, op 3 staan musicals. Ik heb een musicalopleiding gedaan, de Frank Sanders Academie. En vind musicals dus heel erg leuk. En heb er een aantal gespeeld, waaronder Heerlijk Duurt Het Langst, Misery en Op Stap. En wie weet volgen er nog meer. Op 4 staat de joggingbroek, die heb ik nu niet aan. Ik hou wel heel erg van joggingbroeken, oftewel die draag ik eigenlijk altijd als ik thuis ben. Gewoon omdat het lekker zit en relaxed is in het thuis, dus je hoeft geen broek met gaten aan. Op 5 staat de piano, die staat ook thuis. Ik speel graag piano, hou heel erg van muziek maken en presenteer ook niet voor niets de Kids Top 20 met heel veel muziek. Hou van piano spelen, dus ik speel ook gitaar, kan een beetje drummen en zingen dus. Muziek, groot onderdeel van mijn leven. Op 6 staat een droom. Het gaat niet over wat ik vannacht heb gedroomd, maar waar ik mijn hele leven al over droom. En dat is acteur worden, presentator worden. Mensen vermaken met dingen doen die ik leuk vind. En dat gaat voorlopig hartstikke goed, dus daar ben ik heel erg blij mee. Op 7 staat een film. Ik hou van naar de film gaan, maar wat ik nog leuker vind is om in de film te spelen. Dus dat is nog wel een droom die nog te verwezenlijken valt. En op nummer 8 staat dansen. Vind ik ook super leuk om te doen. En dan het liefst op de muziek van Michael Jackson of het laatste album van Justin Bieber. Erg vet. Kun je ook lekker op dansen, dus dat helpt. Op 9 staan auto's. Had ik er maar een paar. Ik heb er 1 waar ik heel trots op ben en heel blij mee ben. En ik hou van auto's. Vind het cool om naar ze te kijken, naar die velgen of mezelf voor te stellen dat ik erin zou rijden, bijvoorbeeld. Of juist helemaal niet. Op 10 staan gadgets. iPhones, Apple TV's, Xbox'en, Playstations. Vette horloges. Ik ben van de gadgets. Ik vind het gewoon cool. Je hebt er vaak helemaal niks aan, maar het is gewoon heel erg cool om te hebben. De top 10 vond ik zelf best wel cool om te hebben. En misschien vinden jullie het ook cool. Laat het weten op de social media. Doei verder. Doei doei.